Het regent in Liverpool, waar we u verwelkomen op de natte grasmat van Goodison Park. Mijn collega commentator, die kent u, Jeroen Gruter. Ik ben Siert Vos en samen doen we deze wedstrijd. We kijken naar een wedstrijd in de Premier League. Dit is Everton tegen Fulham. Het kan toch haast niet anders of dit wordt een bijzonder onderhoudende wedstrijd. Wat mij betreft kunnen ze niet snel genoeg beginnen. We kijken naar de 11 spelers waarmee Everton in de wedstrijd van start gaat. In een 5-4-1 opstelling. Op papier heel verdedigend, maar of dat in de praktijk ook zal zijn, dat gaan we zien. Good luck. Cheers. Thanks. Hi. Good game. Good game. That's a lot. Good game. Hey, good game. Thanks. Good. De coach van Fulham heeft gekozen voor deze 11 spelers. Op de doellijn begint Kasper Schmeichel. Robin Gosens speelt op het middenveld met Bailey op de flank. En in de spits Wilfried Zaha. Thank you for attending Goodison Park. Enjoy the game. Aftrap is inmiddels genomen. We beginnen aan de wedstrijd. Goede tackle op de eigen helft. De bal is weer in bezit. Rafael Santos-Borré. Komt-ie? Hij keert dat schot. Voor het doel gegeven. Davies. Bal bij Gosens. Zaha. Vrije trap voor Fulham. De scheidsrechter waarschuwt de speler wel, maar geeft geen kaart. Het spel van Wilfried Zaha. Nou, vandaag de doorslag geven. Nou, Jeroen, wat denk jij? Dat is een eerste klas balgoochelaar. Ja, fantastisch om naar te kijken. Ik ben benieuwd wat hij vandaag voor ons in petto heeft. Oh, hij gaat er langs. Ja, voor de keeper. Ha, dat ging makkelijker dan hij had gedacht. Een steekpas. Kan iets opleveren. Beroerd verdedigd. En hij pakt die bal. Oh, maar wat was dat een kans op de zegen, zeg. Tja, hij kwam alleen voor het doel. Maar ja, daar staat er ook nog een keeper. En die levert puur vakwerk af. Blijft aan de bal. Blokkeert die bal. Ik kan hem wel scheppen. Hieruit kan een counter voortkomen. Hier moet de kans uitkomen. Bal op de paal. Koek, koek en weer terug het veld in. Oh, dat loopt allemaal maar net goed af. De bal is voor de doelman. Ja, hij ging er bijna in. Maar de bal kwam tegen het aluminium. Oh, wat scheelt het. Hij had zijn ploeg bijna op voorsprong gebracht. Ja, het lijkt wel alsof er een vloek op rust.
Gosens. Davies. Daar verspeelt hij de bal. En zo'n beetje op uitnodiging worden ze onder druk gezet. Een kans om te scoren. Ja, nee. Ja, nee, keepertje. Goed zeg. Hem passeer je niet. Schitterende redding. It's a message for Javier Santiago, attending his first game today. So welcome, Javier, and I hope you have a fantastic game. Oh, goeie bal. De speler blijkt in buitenspelpositie te staan. En dan de bal kwijt. Daar kon die speler het net niet bij. En dus gaat de bal uit. James Maddison. Hij is van de bal gezet. Demarai Gray. Hij heeft echt last hoor van die blessure. Davies. De bezoekers hebben echt meer balbezit. Maar zolang ze dit trage tempo aanhouden. Op doel. Goed gekeerd door de keeper. Tom Delaney. Bal afgepakt voordat ze echt gevaarlijk kon worden. Heeft de bal maar lijkt ergens last van te hebben. Wilfried Zaha. Boom, die pakt hem. Geweldig. Dit zou de paus moeten zien. De bal wordt voor het doel gebracht. Niet goed gedaan, dat wegwerken. Doelkans! De lat werkt niet mee, we spelen verder. En het doelpunt, de eerste van het duel zit erin. Goed, alle reden denk ik om nog eens even te kijken wat er allemaal gebeurt bij deze goal. Het begint natuurlijk allemaal met die gevaarlijke steekpaas. Eigenlijk hoeft alleen maar het hoofd tegen de bal te worden gezet. Er is geen tegenstander in de buurt, dus de speler kan uit het duel blijven. Dat komt door die goede positionering, ja. De score is geopend. Het is 1-0. Wilfried Zaha. Ja, hij heeft de bal nog wel, maar hij lijkt geblesseerd. Gundogan. 2 minuten extra speeltijd wordt er gegeven. Ja, dat getuigt van spellings. Nee, zo bereik je geen medespelers. Zwakke voorzet, zeg. Nou, wat kan hij hiermee? Met dat fluitsignaal eindigt de eerste helft. We gaan rusten.
Bij het begin van deze tweede helft staat Everton één treffer achter. Zit er een snelle gelijkmaker in voor ze? Goed vertrokken zit. Fredrik Mutsen. Leon Bailey aan de bal. Goede tackle op de eigen helft. De bal is weer in bezit. Mooie hoge paas. Het is een teenlengte, maar ja, ze staat buiten spel. Delaney. En daar is Wilfried Zaha. Fulham aan het aanvallen hier. Richting het midden voorgegeven. Ze kunnen de voorzet wegwerken. Gundogan. Rafael Santos Borré. Dat is geen geweldige paas. En dus balverlies. Hij heeft toch behoorlijk veel last hoor. Kijk maar. Madison. Echt, er is geen noodzaak om aan te vallen bij deze voorsprong. De bal gaat rond op eigen helft. Tiki-taka avant la lettre. De speler werkt de bal weg. Wilfried Zaha, deze inzet wordt tegengehouden. Rafael Santos Borré. Goed van de bal gezet. Hij heeft echt last en dan nu een mogelijkheid voor een snelle uitbraak. En dat schot wordt gekeerd. En het doelman dat is. Number 4, Ben White. And number 11, Wilfried Zaha. To be replaced by number 15, Eric Dier. And number 9, Moussa Dembele. De bal komt voor het doel. Ja, die tellen we. En ze leiden nu met 2 doelpunten verschil. Hier wordt optimaal geprofiteerd van de wanorde in de verdediging. Al komt het natuurlijk allemaal wel tot stand na een magistrale hoekschop. En dan zet hij zijn hoofd er met overtuiging tegenaan. Uitstekend afronden. De lakens uitdelen op het veld. En zie je het? Dat bevalt hem wel. Nummer 24. Simon Kaye. Demaré Gray. Frederik Mitsje. Opposit weg voor Everton. Er zijn nog 20 minuten speeltijd over. De laatste fase. Ja, dit zou wel eens gevaarlijk kunnen worden. En een schot op doel. Ja, ze moeten het proberen. En die kansen blijven zoeken. Ja, ja. Ja, ze moeten toch die 2 doelpunten achterstand zien weg te werken. Maar dat is geen sinecure. Een stiftje. Zo, dat loopt er goed af voor die doelman, zeg. Hij maakt eerst een gigantische fout, maar het loopt af met het sissen. Gelukkig maar. Ja, maar toch moet hij dit niet te vaak doen, hoor. De speler wordt geholpen. Maak hem dan maar. Van dichtbij. Simpel balletje voor de doelman. We hebben nog 15 minuten te gaan. Oh, en onder zware druk. Ze roepen het over zichzelf af.
Frederik Mitsjö. Die hoge steekpas komt te dicht bij de doelman. Kom zo pakken. Jordan weer het toe. De speler vrije trap. Vanaf deze positie moet er nog iets mogelijk zijn. Nee, van zo'n vrije trap ligt deze doelman niet wakker. Kan hij eenvoudig pakken. Moussa Dembele. Het is duidelijk dat hij last heeft van een blessure. Een dreigende dribbel op de helft van de tegenstander. De doelman staat zijn mannetje. Beide teams gaan wisselen. Niet voorgegeven, een korte corner. Met de bal naar binnen. Totaal geen richting aan deze bal gegeven. Tja, snelheid een 10, maar afwerking een 1. Vormer. Ze komen aan de bal. En hij komt eruit met de bal. En hij voorkomt dat doelpunt. Nou, normaal is dit gewoon een treffer. Zo 1-1 voor de keeper. 4 minuten blessuretijd geeft de vierde official aan. Van de Beek. Dit kan een counter worden. Dat wordt sprinten voor die verdedigers. Oei, jammer van die aanval. Ze raakt de bal alsnog kwijt aan de tegenstander. De scheidsrechter fluit voor het laatst. Everton verliest. Eigenlijk verwacht je dit niet, hè. Ze verliezen op het lippertje, maar dat komt ook omdat ze onder hun niveau spelen. En dat is zonde. Want zo laat je punten liggen in de competitie. Ze verliezen uiteindelijk het duel. Maar je mag ook concluderen dat hij zelf een goede wedstrijd heeft gespeeld. In eerste instantie gaat het natuurlijk altijd om de overwinning. Maar het is toch lekker als je een doelpunt maakt. En het waren er bijna 2, want wat scheelde het, hè, bij die andere kansen?